Panhuizen. Leuk je weer te zien. Insgelijks. En deze mooie, mooie volle zaal. En ja, ik heb net even aangekondigd dat je boeken hebt geschreven over de gebroeders De Wit, over 1672. Mijn vraag eigenlijk, en ja, nu een monsterschip over Maarten Tromp. Wat fascineert jou zo aan die 17e eeuw? Kort en bondig dan. Ja, kort en bondig. Nou, in een half uur kan ik veel kwijt. Weet je, in die 17e eeuw was de Republiek een klein landje. Maar er lukte zo verbluffend veel. En het is, zeg maar, voor de muil van de hel is die Republiek gered. En die 80-jarige oorlog was een idioot gevecht tegen de supermacht van zijn tijd. En daar kwam een soort economisch wonder uit. Ja, hè? Ja. In dat kleine landje. En dat heeft het zo tot aan het rampjaar uitgezongen. Daarna werd het wat minder. Maar die 17e eeuw, als je bepaalde personages, en dat is voor een schrijver historisch als ik heel interessant, als je bepaalde personages volgt, je leest hun brieven, je beschrijft hun functioneren, dan, zoals de gebroeders De Wit bijvoorbeeld, dan worden zij de belichaming van een deel van die Republiek. En die Republiek vertegenwoordigde heel erg veel in het wereldgebeuren op dat moment. En dat maakt die personages meteen ook groter. In de 19e eeuw heb je tal van interessante Nederlanders die je kunt biograferen. Maar ze staan niet meer voor dat grote waar Nederland voor stond. Nederland was toen, laten we zeggen, bigger than life. En zo groot is het nooit meer geweest. Nee. En dat maakt, zeg maar, die 17e eeuw zo fascinerend. Ja. Ja, dat klopt inderdaad. En wat was nu voor jou de reden geweest om de aanleiding om nu een boek te gaan schrijven nu over Maarten Tromp en die slag bij Duins? Nou, ik heb altijd al een enorme, beetje jongensachtige fascinatie gehad voor die rare schepen. Een beetje zo'n banaanvormig. Een hoge boeg en een hoog achterschip. Ja, ja. En dan zie je dat zo op die schilderijen. En het zijn, ja, ik vind het ongeloofwaardige vaartuigen met die drie masten. En dan die dikke penzen van canvas, zo op die zeilen. En dat botst dan zo door die golven heen. En daar waren de Nederlanders dus goed in. De Nederlanders. De meesters. Die hadden de meeste schepen van De meesters waren ze. Ze waren de meesters, maar ze hadden ook nog eens de meeste schepen. Dus die schepen waren heel erg bewerkelijk. Maar als je bedenkt dat in een schip met drie masten, daar staat een heel klein roertje aan vast. Daar kon je links en rechts mee roeren om te sturen. Maar daarmee gaf je eigenlijk heel weinig stuurvermogen. Wilde je als kapitein zo'n schip goed door de bocht krijgen, dan moest je sturen met je zeilen. Dus je moest heel goed begrijpen, je hebt 17 zeilen, hoe ga ik dat doen met de voorradige wind? Nou, dat tekent zich af in rimpelingen op de golven. Maar je moest dus ook met je 150 man op een schip, moest je precies weten, ik heb die in de mast. En nou moet dat zeil naar beneden, dat zeil omhoog. En dan kan ik die bocht maken. En dat is jouw meesterschap. En dat fascineerde je? Ja. En nu Maarten Tromp, waarom juist het boek? Nou ja, over Maarten Tromp is veel minder bekend dan over Michiel de Ruiter. Laten we eerst even over Maarten Tromp hebben, maar ik wil eerst. Ja. Want ik hoor gelijk aan je even praten. Je bent zo gefascineerd door schepen en scheepbouw. Had je vroeger ook gezeild? Ja, ik heb op de zevenkenners gezeten. Oh, ja. Oké, okay. tellen we ook. Ja. Maar wat je boek zo goed maakt is je onmerkelijke detail voor het leven aan boord van zo'n schip. Het is echt werkelijk, je zit er echt midden op zo'n schip. Als historicus, en ben ik zelf ook, je hebt enkele bronnen tot je beschikking. Ja. En vaak zijn het gewoon archiefbronnen. Ja. Maar eigenlijk, je moet het voelen. Ja. Want anders kan je niet schrijven. Ja, klopt. En jij bent dan, en dat is heel bijzonder, jij bent gewoon gaan meevaren op de Klipper Amsterdam. Ja, 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 klopt. Ja, ja, ik kijk hier met een soort van triomfantelijke blik de camera in, maar het was met doodsverachting dat ik die 6 à 8 meter onder mijn kont heb afgelegd richting de hemel. Maar vertel eens, wat was je ervaring op de schip? Want je bent er 2 weken geweest. Ja, nou, het is heel, heel divers. Ik ging naar dat schip om te ervaren hoe het was om op een
zeg maar, dwarsgetuigd schip, hè, dus met die vierkante zeilen, hoe dat zeilt. Want dit was op de stad Amsterdam, dat schip daar. Dat is een soort replica en samenvatting van de mooiste clippers uit de 19e eeuw. Maar het is bewerkelijk varen op zo'n schip. En je hebt dus een bemanning nodig die precies weet wat hij moet doen. Iedereen kent zijn plek. Iedereen kent zijn plek, iedereen kent de handelingen. Dus de mens is een soort van machine. Maar tegelijkertijd dacht ik, wat voor kwaliteiten moet je hebben, wil je echt als een goede matroos zo dat touwwerk in kunnen klimmen? Nou, dat heb ik daar ontdekt, op 12 meter hoogte. Wel gezekerd, neem ik aan, toch? Of niet? Absoluut gezekerd, ja. Nee, ik moest ook van tevoren een contract tekenen dat als ik een vingerkootje zou breken, dat ik de directie niet aansprakelijk zou stellen. Dus ik wist waar ik aan begon. Maar als je dus 12 meter hoog zit, dan wordt de dynamiek van het schip wordt uitvergroot, want je zit hoog. En in plaats van dat je het alleen maar zo gaat en een beetje zo, merkte ik dat het roerde achtjes. En nou, eigenlijk was het een soort Arabisch teken wat er werd. En ik herkende dat later toen ik onder de douche stond, want ik had een eigen douche. Ook bijzonder. Heel bijzonder. En dan viel dat water zo op dat douchevloertje. En dan zag ik wat voor onweg dat water maakte door de deining van het schip, voordat het eindelijk werd opgeslobberd door het putje. Dat was echt, nou, dit zo en dan zo. En dat draalde en dat draalde maar. En uiteindelijk vloeide het weg. Nou, dat alleen al, dat je meteen naar boven kunt rennen. Dat je op zo'n dwarshout gaat zitten, hè, die raas waar die zeilen aan hangen. In de tijd van Tromp had je die raas tussen je benen. Dus als een hobbelpaard schoof je vooruit. En dan pak je die zeilen. Dus de 17e eeuwse matrozen, die hadden dus helemaal geen nagels meer. Nee. Omdat ze maar dat canvas grepen waar ze het hadden, waar ze het konden grijpen. Nou ja, zo rauw. En ja, zoveel kracht. En zoveel. Het was zo primitief. Ja, ja. Dat vond ik dus erg indrukwekkend. Ja, en kijk, en bijvoorbeeld iemand als Tromp kan schrijven, het waaide hard, of er was een sterke zeewind. Maar dan heb je natuurlijk als lezer, denk ik, ja, het zal wel. Maar ja, hier zie je het. Over en ook de het taalgebruik. Dan hebben ze het over een vaarweertje. Wat is dat? Een vaarweer is windkracht 9. Ja, nou. Windkracht 9, dat zijn gevaarlijke golven, hoor. Weet je, als het windkracht 9 waait, dan krijg je code rood hier. Ja. En dan zit je nog niet eens op zee. En Tromp heeft de zee gehouden op windkracht 11. Dus wat die lui daar deden, dat is werkelijk indrukwekkend. Maar dat kun je me toch helemaal niet meer voorstellen. Want zelfs dit is al hypermodern als je het vergelijkt. Ja, dat klopt. Dus, ja. Ja. Maar goed, we gaan het hebben over Tromp. Ja. Want anders... De tijd vliegt. Ja. De tijd is altijd de vijand. Ja. Maarten Tromp, kun jij in een notendop vertellen over wie was Maarten Tromp? En met name ook van, hoe verliep zijn carrière voordat hij, want hij is uiteindelijk is hij luitenant-admiraal geworden in 1637. Wie was hij en hoe was zijn carrière? Nou, Maarten Tromp was een echt zeemanskind uit Den Briel. Zijn vader was kapitein voor de zeemacht toen. Hij is op 11-jarige leeftijd, ongeveer dezelfde leeftijd als Miel de Ruiter ook, is op zee gegaan. Maar anders dan de Ruiter werd Tromp matroos op het schip van zijn vader. En vader en zoon op één schip? Ja. Bijzonder. Ja, heel bijzonder. En Maarten Tromp heeft dus ook meegemaakt dat piraten het schip van zijn vader overvielen. En hij heeft onder zijn ogen zijn vader zien sneuvelen. En vervolgens is hij 2 jaar kajuitknecht geweest van dezelfde piraat die zijn vader heeft laten vermoorden. Bizar. En dit is maar één van de hele dramatische gebeurtenissen, want hij is ook nog daarna nog een keer gevangen genomen door piraten. En heeft toen een jaar vastgezeten bij de grote kaperkapitein van de Algerijnse kapers. Hè? Dus Mohammedanen. Nou, daar is hij op een gegeven moment ook vrijgekomen. Hij is op een gegeven moment vlaggenkapitein geworden van Piet Hein. Die had de Piet Hein van de Zilvervloot. En Piet Hein had in 1628 had hij de Zilvervloot veroverd. 1629 wordt Piet Hein aangenomen door de Nederlandse zeemacht om de Duinkerker kapers te bestrijden. En Maarten Tromp wordt dan de kapitein
van Piet Hein, de vlaggenkapitein, dus de kapitein van het vlaggenschip. Ja, een van de eerste confrontaties van Piet Hein met de Duinkerkkapers eindigt met de dood van Piet Hein. Een 9-ponder, dat is ongeveer zo'n bal van steen, komt bij Piet Hein op de schouder. En dan ben je er geweest. Dan slaat eigenlijk een kwart van je lichaam slaat weg. Dus hij heeft toen, Maarten Tromme heeft toen het commando van het schip overgenomen. En heeft alle Duinkerkers waar hij de hand op wist te leggen, heeft hij laten opknopen. En dat, toen was hij nog niet eens luitenant als admiraal. Dus toen hij op een gegeven moment werd aangesteld om de Duinkerkkapers te bestrijden als luitenant admiraal, had hij al heel erg veel ervaring en stond de Nederlandse zeemacht echt op 10-0 achterstand. Ja, maar dat vragen we. Op het moment dat hij dus luitenant admiraal komt, hoe was het dan opgesteld met de zeemacht van Nederland? Want vaak denk je, het is alleen maar schepen, maar dat lees je ook. Het voelt echt. Het bar tegen zelfs. Ja, en het is zo raar. Weet je, in het epos van de 80-jarige oorlog, want 1637, het moment dat Maarten Tromp wordt benoemd tot luitenant-admiraal, is nog altijd 80-jarige oorlog. Dat is voor ons zo'n epos van landstrijd. Maar ondertussen werd dus de strijd ter zee veronachtzaamd. En op de een of andere manier dachten ze in Den Haag, ach, die zeestrijd die bedruipt zichzelf wel. Hè. Al het kapitaal komt binnen over zee, maar dat kapitaal wordt vervolgens verdiend, wordt ingezet om de Spanjaarden te land te bestrijden. En als Tromp in 1937 wordt benoemd, dan bemerkt hij dus dat de visserij, maar ook al die koopvaardijvloten die de Nederlandse Republiek in de vaart heeft, dat die wordt bedreigd. Zwaar worden bedreigd. Dus bijna jaarlijks worden er 100 schepen buitgemaakt. En dan gaan we nu. En het leuke is, want jij hebt daar een documentaire. Je hebt een PowerPoint. Een PowerPoint gemaakt, wil ik even zeggen. Heeft mijn goede vriend Emmanuel Zegeling gemaakt. Ik ben heel erg blij mee dat hij dat heeft gemaakt. Want we vliegen echt over de zee en we zien de schepen en zo. En wat we nu gaan kijken, het zijn twee mini hoorcolleges van over echt een paar minuten eerst. Ik ga even zien, want ik moet het nog even zien. En dan ga je even, dan mag je zelf je klikken. Oké. Ja, okay. En dan... Ik mag Bart spelen. Ja, leuk. Oh. Want namelijk als Tromp dus in 1637... Ja, ik kan... We kunnen ook een stuk daarheen schuiven dan. Oh, maar dit hebben we de camera zo. Maar dus als Tromp dus uiteindelijk in 1637 wordt benoemd tot luitenant-admiraal, dan krijgt hij eigenlijk twee opdrachten. Hij krijgt twee opdrachten. En daar ga je nu even over vertellen. Oké. Normaal heb ik deze PowerPoint, heb ik echt een script voor me. Want iedere zin is een aparte animatie. Maar dit is toch een beetje online proviste. En dit is online proviste. Oké. Dit gaat over opdracht 1 van Tromp. Er gaat jaarlijks een armada. Armada is het Spaans woord voor gewapende vloot. Er gaat jaarlijks een gewapende Spaanse vloot van La Coruña. Hebben we hier ook een lampje op zitten? Geloof wel. Daar, La Coruña, hier. Een Spaanse vloot vol soldaten naar Duinkerken om daar te worden ontscheept. Om daar soldaten aan land te zetten. En Tromp is opdracht nummer 1. Tromp moet dat zien te voorkomen. Vandaar dat kruisje. Hij moet zorgen dat die soldaten nooit Duinkerken bereiken, want dat is nadelig voor de strijd te land. We zitten immers nog steeds in de 80-jarige oorlog. Tromp heeft ook nog een andere opdracht. En die speelt in Duinkerken. Duinkerken kennen we nou als een afzichtelijk en slaperig badplaatsje in Vlaanderen, maar was in dit tijdsbestek een zinderend bedrijf, een kapersbedrijf namelijk. De Spaanse koning was de baas in België. Het heette ook de Spaanse Nederlanden. En Duinkerken was, zou je kunnen zeggen, het hoofdkwartier van de Spaanse koning om Nederlandse koopvaardijschepen buiten te maken. En er is nog nooit een bevredigende studie geweest gekomen over wat de Duinkerkers allemaal aan of op de
Nederlandse Gouden Eeuw in mindering hebben gebracht. Maar dat is gigantisch geweest. Honderden schepen. Honderd, gemiddeld 100 schepen per jaar. Maar ook nog eens een keertje heel erg veel Nederlandse krijgsgevangenen in Duinkerker. Kerkers die door de Nederlandse bevolking, de vrouwen en de familie van die zeelui en vissers, die moesten die vrijkopen. Daar heeft Duinkerker verschrikkelijk veel aan verdiend. Nou goed, dit is Duinkerker. En Bart? Ja. Oh, ja, ja. Kijk. Het is leuk om te zien. Ja, dit is Duinkerker op de kaart. En wat we nou eventjes nader gaan bekijken is hoe Duinkerker een strategische positie had ten opzichte van de Nederlandse handelstromen. Er was geen enkel land ter wereld dat zo'n grote vloot in de vaart had als de Nederlandse Republiek. Maar ook uit zoveel verschillende uithoeken van de wereld goederen betrok. Nederland, zou je kunnen zeggen, was de jumbo van Europa. De grote supermarkt waar je alles kon bestellen. Je tikte het in en dan vervolgens kwam er een aanhuisservice Nederlandse koopvaardigheid en die bezorgde het thuis. Maar eerst moest het naar de stapelplaats. Ja, we moeten aan de tijd. Ja. Nou, dit is de oostvaart naar de Baltische Zee. Hout, teer, wol, vlas. Dit, oh, en die vloten van de Oostzee, sorry, waren soms 150 schepen groot. Dit is de Levantvaart, die helemaal naar de Middellandse Zee, naar Venetië en Smyrna. Twee eindpunten van de Chinese zijderoute. Goed voor 50 à 80 schepen per keer, volgeladen met hele kostbare spullen, waar Duinkerkerkapers van watertanden. Dan had je vervolgens de Bordeaux- en de Rouaanvaarders uit Frankrijk. Veel wijn natuurlijk. Nou, ik hoef niet te vertellen dat de Duinkerkers daar ook van hielden. En dan had je ook nog eens een keertje de VOC-floten, die één keer per jaar, soms twee keer per jaar, uit verre Indonesië kwamen, rijk geladen met specerijen, met zijde, met kostbare spullen en niet te vergeten ook met edelmetaal. En last but not least, ook nog eens een keertje voor de Schotse kust, de Nederlandse vissersvloot. Goed voor 500 schepen per keer. Als je bedenkt hoe enorm groot het aanbod was van koopvaardijschepen die Duinkerker kapers konden buitmaken, dan is het een soort van Eldorado wat daar, zeg maar, in het kanaal en de Noordzee dreef. En de Duinkerkers hadden het maar voor het uitzoeken. Nou, en een hele belangrijke opdracht van Maarten Tromp was: bedwing de Duinkerkers. Dus aan de ene kant stop dat de armada Duinkerken bereikt. Aan de andere kant zorg dat de Duinkerkenkapers niet kunnen uitvaren. En bijna onmogelijke opdracht met de schepen die hij op dat moment had. Ja. Want hoeveel schepen had hij voor zijn beschikking? Toen hij net tot luitenant-admiraal was, kreeg hij 12 wrakke schepen mee. 12 wrakke? 12 schepen. En dan moet je dus een vissersvloot van 500 schepen mee beschermen. En je moet daar Oostende en vooral Duinkerken mee blokkeren, zodat de kapers niet konden uitvaren. Dus Tromp, die bewees op zijn voorhoofd, die zei: jullie zijn gek. Die kreeg dus die opdracht en die dacht: nou, dit kan ik nooit. Ja. Hè? Nog een keer. Hè? En, oh, sorry, ging het snel? Ja, ja. Ik ben nou een beetje de weg kwijt over onze mooie planeet. Dit lijkt mij een Nederlands schip. Sorry, Luc, ik ben je aan het interrumperen. Ben je me aan het interrumperen? Ja, ja, deze. Oh ja, er wordt meteen nog gereageerd, zie je. Nee, het licht. Ja, goede opmerking. Ja, zo zien we de bewolking beter. Ja, dit is Emilia, dit is het vlaggenschip van Maarten Tromp, de Emilia. Dus de enige tweedekker van de Nederlandse vloot. We zitten echt nog in de kindertijd van de Nederlandse zeemacht. Maar Michiel de Ruiter had een driedekker natuurlijk. Maar Maarten Tromp, die moest het echt met veel primitiever spul klaarspelen. Volgende plaatje. Ja, mag ik jou als mijn assistent? Ja, Nou, dit soort schepen maakte eigenlijk het gros uit van de Nederlandse vloot. Dus één dek met paar kanonnetjes. Nou, een stuk of, laten we zeggen, 20 à 28 kanonnen. Volgende plaatje.
Terwijl ze het op moesten opnemen tegen galjoenen. Dit zijn drie dekkers, soms met 60 à 90 kanonnen. Dit zijn drevende paleizen of kastelen, forten. Maar ook, dat kun je ook wel een beetje zien, ze zijn ook log. En het kanaal en de Noordzee, dat zijn speciale zeeën. Die zijn ondiep, maar ze zijn ook smal. Er werd ook niet voor niets de nauwe zee genoemd. En de Spanjaarden wisten het nog niet zo goed, maar hun grote schepen zouden een groot nadeel zijn in de manoeuvres en de gevechten met Maarten Tromp. Maar, volgend plaatje. Ja, dat waren, in samenwerking, hè? Dit zijn fregatten. Speciaal in Duinkerke ontwikkelde supersnelle schepen. U moet zich voorstellen, voor de kust van Vlaanderen, maar ook van Nederland, onder het water, je kon het niet zien, maar schippers wisten het wel, bevond zich een labyrint van geulen en zandbanken. En die zware bakvissen van de Spanjaarden liepen daarop vast. Je moest lichte schepen hebben, dat je bij vloed, huppakee, zo als een hinde over die zandbanken kon huppelen. Het fregat was het uitgelezen vaartuig om in dit soort omgevingen te manoeuvreren. En het was ook nog een keer supersnel. Ook Tromp kon er niet tegenop. Ja, dat zien we hier. Kijk, Tromp die sukkelt er achteraan. Ja. Volgende plaatje. Want we gaan nou in op Duinkerk. Ja, nee, dat was de Duinkerk, precies. Ja. Kijk, hier zien wij die zandbanken. Breebank, braken, smalbank, kalms. Het scheurtje, niet te vergeten, een geul, een zeegeul voor de kust van Duinkerke, waar zich iedere keer Spaanse en Duinkerkse schepen verzamelden, die wilden ontsnappen als Tromp daar met zijn vloot lag te blokkeren. En u ziet waar die blokkadevloot ongeveer positie koos. Volgende plaatje. Ja, dus hij kreeg twee opdrachten mee. Ja. En het gaat hem nog lukken ook nog, in Duinkerke. Ja. Laat ik zo zeggen, hij bedenkt een tactiek. Ja. Hij bedenkt een tactiek om de Duinkerkers te pakken, die later zal gebruiken in zijn masterzet. Ja, wat hij op een gegeven moment doet, is hij wil de Duinkerkers intimideren en ontmoedigen uit te varen. En wat hij dan doet, is hier voor Duinkerke gaat hij in een rijtje, hij beschrijft dat keurig in zijn logboek, een rijtje van 7 schepen. En iedere keer als een van die schepen dan vlak voor de havenmond voorbij vaart, lossen die kanonnen. Dus een rijtje als ganzen met jongen, varen ze voorbij, keren om, schieten de andere kant van hun kanonnen leeg, laden en varen weer. Heeft hij 2 dagen gedaan, 10 keer achter elkaar. En daarmee liet hij een enorm staaltje van zeemanschap zien. En het was vooral een goede oefening voor zijn kapiteins. Maar verder heeft hij ongeveer 8 koeien gedood, 3 mensen en een paar huizen. Maar geen enkel schip geraakt. Terwijl dat de bedoeling was. En dat, maar die tactiek, ik moet een beetje door. Geef het je te doen. Ja, ik ben zelf ook, ik heb gezegd. Maar, en jongens, de slag bij Duins gaan we niet bespreken. Dat moet je maar lezen. Peter springt op. Dat moet je maar lezen. Maar die tactiek die hij toepast die past hij toe, want, en nogmaals, hij heeft 2 taken. Duinkerk, ik heb het net verteld, maar ook die Armada tegen te houden. Ja. En hij ontmoet, je hebt Tromp als de, zeg maar, van onderaf opgeklommen, jongen, volksjongen. Dat is echt maar hij heeft ook nog zijn tegenhanger. Ja. De Spaanse tegenpom in zijn galjoen. Ja. En dat was hier, Antonio de Oquendo. Dat is echt de tegenhanger van Tromp. Ja. En dat was de grote vijand. Ja. En het lukt, weet je dat? Gaan we verder. Ja, gaan we verder. Ja. Kijk, het leuke is, Tromp was een man uit het volk. Oquendo was uit een jong adelsgeslacht. En voor hem was eer en roem betekende alles. Maar de Oquendo was een ontzettend goede admiraal. Als je bedenkt
dat het Spaanse wereldrijk het eerste globale wereldrijk was ter wereld. Het lag over verschillende werelddelen verspreid met enorme lappen zee ertussen. En de Spanjaarden hadden zo'n 6 vloten in de vaart om van die verspreide werelddelen toch een geheel te maken. Oquendo heeft bijna bij al die vloten commando gevoerd. Maar dat speelde zich allemaal af op de Atlantische Oceaan, in de Caraïbe, alle ruimte. Maar niet, niet in die nauwe zee, nee. Ja, gaan we kijken. Want op 15 september ontwaart de man in de mast op het vlaggenschip van Maarten Tromp, Emilia, de Spaanse Armada. Maar liefst 67 schepen. En ik moet nog eventjes terug, als het mag. Ja. Kijk, want het is niet voor niets zo afgebeeld. Hij houdt krijgsraad. Tromp houdt krijgsraad. Wij gaan binnenkort aanvallen, zegt Tromp tegen zijn kapiteins. Maar heb geen vrees. Hij ziet natuurlijk ook wel dat die kapiteins die denken, ja, dag, tegen zo'n vloot gaan we nooit knokken. Maar Tromp zegt, moet je kijken, wat voor wanorde. Het is een rommeltje, het is een soort scrum van schepen. Ieder schip heeft kanonnen, maar als ze gaan schieten, dan schieten ze elkaar lek in plaats van de Nederlanders. Dus Tromp zegt, dat gaan wij anders doen. Wij gaan in een rijtje varen. Aha, denken sommige kapiteins. Dat hebben we eerder gezien. Volgende plaatje. Nee, maar hij zegt ook, jongens. We maken een monster. Oh ja. Ja, nee, maar nu gaan we. Ja, maar... Wat is een monsterschip? Dan moet je vertellen nu. Ik ben blij dat ik Bart bij hem heeft gezegd. Gelukkig. Hij ziet de angst bij zijn kapiteins. En hij zegt, oké, wij zijn weliswaar maar met 17 schepen. Maar als wij zo gaan varen dat wij één schip vormen, dan vormen wij een monsterschip. En dan ben je toch echt gestoord als je zo'n schip zou durven aanvallen. Precies, en vanaf moet hij dan nou, en, precies, dankjewel. En, kijk, maar Tromp, die zei van, je zou wel gek zijn als je een monsterschip aanvalt, die zou nog verbaasd staan te kijken. Want hij had Antonio de Oquendo tegenover zich. En Antonio de Oquendo, die wilde alle eer voor zichzelf. En die had over zijn vloot een schrijven laten verspreiden aan al zijn kapteins, zijn 66 kapteins, waarin hij zei, kom niet tussen mij en Tromp. Want Tromp is van mij. Is van mij alleen. En wat hij dus eigenlijk voor zich zag, was een soort gevecht. Precies, een soort riddergevecht. Hè, van een schip tegen schipgevecht. Hè, dat je zo tegenover elkaar zat en dat de beste mogen winnen. Aldus Oquendo. Aldus de Oquendo. Maar Tromp had inmiddels zijn formatie van het monsterschip gemaakt. En wat gebeurde er? Doe dan. Ja, kijk, daar komt hij. Het vlaggenschip van Tromp was opgegaan in het monsterschip. En dat veel kleinere vlootje van de Nederlanders. En omkeerde, hè? Nee, dat deden ze niet. Dat deden ze niet, oké. Maar die Nederlanders, die schoten dus deze overmoedige Spaanse admiraal tot gort. En dat terwijl de Armada op een halve dag reis Duinkerken was gemaakt. Maar het vlaggenschip van de Spanjaarden was dermate kreupel. Ja, dat ze alleen maar het dichtstbijzijnde haven konden bereiken. En dat was onder de kust van Kent, vlakbij Dover, in de reden van Duins. Nou, en daar, dames en heren, ontspint zich dan tussen Tromp, Antonio de Oquendo en een kleine maritieme politionele Engelse macht die de openbare orde in het neutrale kustwater van Kent van de Engelse koning moet bewaken. Een schaakspel waarin Tromp een absolute meester is, maar ook een man van theater en een clown. Hij had hele sterke diplomatieke skills. Absoluut. Hij kon mensen manipuleren, overhalen. Ja. Recht in het gezicht voorliegen. Hij was een charmeur. En op het juiste moment toeslaan, maar ja, dat was het. Ja. Nog twee korte vragen. Ik wil de slag bij Duins, die gaan we niet bespreken, maar dat is een zegen voor Tromp. Hoe ging het daarna met hem? Na die zegen? Nou, Tromp werd na die enorme zegen, ik zou haast zeggen een monsterzegen,
werd hij de eerste echt heel erg grote Nederlandse zeeheld. Er waren al een paar eerdere helden geweest, maar na zo'n overwinning, dat je zo'n gigantische vloot, het was echt David tegen Goliath. Ja. He, dat David zegevierend uit die strijd tevoorschijn kwam, Tromp kon niet meer stuk. Maar het vreemde is dat in die eerste 2 jaar van het luitenant-admiraalschap van Tromp, hij met zijn hoogtepunt vond. En daarna heeft hij dat nooit meer geëvenaard. Nee. En daar moet nog eens een keer een biograaf hard aan werken om dat te verklaarbaar te maken. Bart, ja. Doe er wat aan. Ja, ja. Ja, ik ben van Astrid nu. Ja. En de laatste vraag is, wat ik opvallend vond, is dat als je denkt aan zeehelden, denk je aan Giel de Ruiter met de Chatham, en je denkt aan Piet Heijn met de Zilvervloot, maar de slag bij Duins, die is ook de tekening van, is misschien bij het... Goed, toch minder bekend. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Heb ik daar een verklaring voor? Misschien omdat het op de Noordzee afspeelt, nou, minder exotisch? Weet je, het is sowieso voor 1650. Maritieme geschiedenis is niet echt door de geschiedschrijving opgepakt als een onderwerp op zich. Pas als de Nederlandse zeemacht groeit onder Johan de Witt... En Michiel de Ruiter opkomt. Maar Michiel de Ruiter had echt enorme wind in de rug dankzij de vlootpolitiek van Johan de Witt. De erfenis. Precies. Maar Maarten Tromp is interessanter, want die moest roeien met de riemen die hij had. Precies. En dat waren maar een paar halve riemen. Dus het is bij Tromp echt veel knapper. Enorm. We moeten afronden, Luc. Maar ik vind het wel jammer. Ja. Ik had de uren doorkletsen. Maar sensa. Dus hou ik je op. Dames en heren, Luc van Huijzen.